Het woord is aan de heer Stoffer van de SGP. Dank, voorzitter. Als iets van belang het belang van dit overleg onderstreept, is het wel de kop in de Volkskrant van vanochtend. NAVO-chef luidt noodklok over opkomst China. Alleen al de afgelopen 5 jaar voegde China 8 grote schepen onder zeeboten toe aan zijn marine, aldus secretaris-generaal Stoltenborg. Voorzitter, terwijl concurrenten dus vaart maken, heeft het proces rond de vervanging van de Nederlandse onderzeeboten nu al een jarenlange voorgeschiedenis. Op de dag af 7 jaar geleden verscheen een eerste beleidsbrief waarin Defensie voor de periode 2023-2027 2,5 miljard euro extra reserveerde voor onderzeeboten. En ruim een jaar daarna gaf de toenmalige minister van Defensie aan dat de onderzeeboten vanaf 2025 vervangen dienen te worden. Op 17 juni 2016 verscheen de A-brief en een half jaar geleden ook de B-brief. En uit deze B-brief blijkt dat de staatssecretaris kiest voor een verwervingsstrategie in concurrentie met 3 kandidaatwerven. Een Franse, een Nederlands-Zweedse en een Duitse. En hoewel de tijd dringt, 2025 is niet ver weg meer, constateer ik dat de staatssecretaris heeft gekozen voor uitstel van de beslissing. En ik ben daar niet blij mee. En daarom heb ik de staatssecretaris tijdens het overleg in maart aangemoedigd. Breng de zaak in het nationale veiligheidsbelang in een stroomversnelling. En zorg dat we kennis en kunde in de Nederlandse marine-industrie houden. En zorg voor een duidelijk banenperspectief voor de provincie Zeeland. En mijn vraag is, beaamt de staatssecretaris dat deze 3 belangen, die ik zojuist benoem, in de richting wijzen van 1 consortium, namelijk Saab-Dame. En mijn oproep is kort en krachtig. Wil zij de 4 onderzeeboten alsnog versneld aanbesteden bij dit consortium? Voorzitter, dan de M-fregatten. Want er zijn ook boven water nog de nodige uitdagingen. Een interruptie van mevrouw Balhaai. Ja, voorzitter, het klinkt zo vriendelijk wat de heer Stoffer zegt, hè. Zou de staatssecretaris alsnog gewoon bij dat consortium die aanbesteding willen gunnen? Maar ik vraag me een beetje af, met welke basis denkt u dat de staatssecretaris dat zou kunnen doen? U heeft daarover nagedacht, lijkt me, want u zegt dit vaker. Kunt u iets uitleggen over wat de staatssecretaris dan moet doen om dit hele traject stop te zetten zonder juridische procedures, zodat, nou ja, wellicht blijkt dat u toch een geniaal idee heeft bedacht om een aanbestedingsprocedure te saboteren of te omzeilen? De heer Stoffer. Ik vind dat we gewoon enkelvoudig moeten kiezen voor Nederlands belang. Dat vond ik sowieso. En als je nog eens in deze periode kijkt, dan kun je nu, waarin we economisch ook nog in een lastig pakket zitten, kun je zorgen dat we hier in Nederland werkgelegenheid creëren, dat we technisch een hoofd vasthouden. En volgens mij is er geen enkel veldje aan de lucht om dit gewoon enkelvoudig, dit traject verder te zetten. En je kunt de criteria die ik zojuist benoemde daarnaast zetten. Dus wat mij betreft is het gewoon echt wat dat betreft kiezen voor ons eigen nationaal veiligheidsbelang, voor werkgelegenheid en technisch know-how in Nederland. En daar pleit ik inderdaad voor. Ja, voorzitter, dit was een antwoord op de vraag als ik de vraag had gesteld, waarom wilt u het? Mijn vraag was, hoe ziet u het voor u, dat met wat er ook duidelijk in de brief staat uitgelegd, hoe de staatssecretaris uit het ingezette proces zou kunnen komen die zij heeft ingezet? Hoe ziet u dat voor zich? Heer Stoffer. Nou, gewoon dat proces keurig in die richting sturen. Voorzitter. Prima, mevrouw Balhaai. Ja, voorzitter, ik kan me niet voorstellen dat dit een serieus antwoord is. Want ik begrijp wel als er fracties zijn die natuurlijk die een voorkeur hebben. En dat heeft u ook vaker gedaan. En op een gegeven moment zie je, er is een andere weg ingeslagen. En met een reden is dat gedaan. Namelijk omdat de hele stevige koers om dat te kunnen legitimeren, waarom dat alleen in Nederland zou kunnen zijn, er niet ligt. Er zijn heel veel mensen bij Defensie die daar heel lang en goed mee bezig zijn geweest. En die zeggen, ja, dat kan niet. Dan is er dit traject ingezet. En dan zegt u van, scheur het maar gewoon door en gaan we iets anders doen. Dat kan ik me niet voorstellen van de SGP. Ik bedoel, het is toch niet alleen maar goedkope retoriek om hier te zeggen, hup Holland, hup. Daar heeft u toch over nagedacht als de SGP. De heer Stoffer. Voorzitter, ik ben niet van hup Holland, hup. Maar als we als politiek nu niet de uitspraak doen dat we, ik ben ook van Nederland, hè, dus niet van Holland, maar van heel Nederland. Maar als we nu niet de uitspraak hier doen, politiek, van wij gaan voor deze koers, dan gaat het doorlopen, dan komt er dadelijk uit een ambtelijke organisatie een traject voort waarbij die aanbesteding plaatsvindt. En dan zit het dadelijk misschien in Frankrijk. Ja, ik wil niet dat onze onderzeeboten daar gebouwd worden. Ik wil ze hier laten bouwen. Ik wil hier die werkgelegenheid. Dus ik ben heel helder. Dat proces moet gewoon versneld die koers op. En wat dat betreft kies ik echt gewoon voor nationaal Nederlands belang.
Voorzitter, mevrouw Belhaai. Ik constateer dat de heer Stoffer geen antwoord geeft op mijn vraag. En dat hij dus helemaal niet weet hoe dat zou moeten. En dat hij hier graag wel roept dat hij belangrijk vindt dat Nederland dat krijgt. Maar dat het eigenlijk helemaal geen fundament heeft op basis waarvan hij dat kan zeggen. En dat stelt mij een beetje teleur. De heer Stoffer. Ja, voorzitter, dat kan zo zijn. Ik denk dat ik behoorlijk wat ervaring heb met aanbestedingen. Ik weet ook precies hoe je dan een bepaalde koers in kunt gaan. Maar als je niet de kaders meegeeft als politiek, gaat de ambtenarij gewoon door. Ze hebben ook geen andere keus. En dan wordt het een aanbesteding waarbij je uiteindelijk uitkomt bij voor het laagste bedrag de minste functionaliteit. En dan zitten we straks, als je niet uitkijkt, gewoon met ons onderzeeboord elders. Hebben we hier niet die werkgelegenheid. Dus ik ben niet op dit moment in de situatie dat ik per se dat hele proces moet uitkristalliseren. Ik geef de koers mee, ik geef de kaders mee en dat doe ik op deze manier. Dit is mijn koers, dit is mijn kader en ik vraag aan de staatssecretaris om dat op die manier uit te werken. Dank u wel. Gaat u verder met...